Het is inmiddels 10:07. Op zoek naar een mooi Gelders concert? Zin in Zondag helpt u op weg. Ja, en naast die concerttip krijgt u elke zondagmorgen van ons vooral veel licht klassieke muziek. We lopen met een deskundige door onze Gelderse natuur. We bezinnen altijd een moment met een pastoor of een dominee. En nu nemen we u dus mee in die wereld van de Gelderse concerten. Met vanmorgen als gast Marte Straatsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik Marte zeggen? Ja hoor. Dank. Je bent violist bij Phion, voorheen Gelders Orkest. En ja, inmiddels nu ook druk als organisator van concerten. Daarover straks meer. Eerst even terug in de tijd met jou, als het mag. Geboren in? Voorschoten. In 1979. Oké, en toen verhuisd hier naartoe, een beetje deze kant op? Toen nog bij het Gelders Orkest een baan kreeg, ben ik na een jaar vanuit Amsterdam naar Arnhem gegaan. Ja, en hoe beviel dat ineens, van daar naar hier? Ja, heel goed eigenlijk. Voornamelijk lekker rustig. Ja. Maar ja, Arnhem heeft natuurlijk wel alle cultuuraanbod wat je eigenlijk ook in Amsterdam vindt. Hmm. Alleen is het minder druk en meer groen eromheen. Ja, misschien ook wel zo gezellig. Ja. Muzikaal opgegroeid? Nee. Nee. Het werd ons wel aangeboden, maar ik ben voornamelijk opgegroeid met de Dire Straits. Oh ja. En Eric Clapton. Ja. Ja. Maar je zegt, het werd me wel aangeboden. Wat werd je aangeboden dan? Muziekles, eerst pianoles. En toen zei ik dat ik viool wilde spelen. En dat vonden mijn ouders eigenlijk niet zo'n goed idee. Maar toen ging mijn beste vriendinnetje viool spelen. En toen hadden ze geen reden meer om mij dat te verbieden. Weet je nog waarom ze het geen goed idee vonden? Mijn vader heeft vroeger viool gespeeld. En dat was een moedje. Hij vond het niet leuk. Hij dacht, dat wordt niks met Marte. Nee. En ik wil het niet nog een keer horen. Nee, ja goed. En toch gedaan, hè? Ja. Ja, conservatorium. Ja, in Amsterdam. Ja. En toen kwam je bij het Gelders Orkest terecht. Ja. En dat was in het begin een hele schok. Want ik was niet gewend om elke week een ander programma in te studeren. Maar nu gaat het een stuk beter. Ja. Wat was het moeilijke daaraan? Zo hard werken of zo? Of zoveel studeren? Of... Dat je zo weinig tijd hebt om echt erin te duiken. Ja. Dus hard werken? Ja, heel hard. Ja. Maar plezier na al dat werken toch ook? Ja, dat blijft. Viool is mijn passie en klassieke muziek ook. Dus. Als je terugblikt, het is bijna niet te doen... maar wat waren prachtige momenten voor jou, voor jouzelf, in dat orkest? Ja, dat waren voornamelijk de beginjaren. Omdat we toen nog veel geld hadden om dingen te doen. Grote projecten. Grote projecten. En tournees naar Japan en dat soort dingen. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt. Mm, ja. Ja, en toen ineens een paar maanden geleden werd het stil, hè? Ja. De corona brak uit. Ja, en dan ineens een muzikant in stilte. Ja, dat kan bijna niet, hè? Nee. En dus dat was ook voor ons heel erg. Maar ik denk ook voor het publiek heel jammer dat alles stilviel. En toen zijn we gaan nadenken van wat kunnen we wel doen. En ja, zodoende kwamen wij Muzen en Sirenen. Ja. Maar hoe ging dat bij jou thuis? Heb je de viool gewoon weggelegd? Of bleef je doorstuderen of spelen? Ik zat in de ziektewet, dus ik speelde even niet. Maar net toen ik weer aan het werk wilde, toen brak de corona uit. Dus ik begon net weer met studeren. En ik was vol energie om dingen te doen. En dat kon toen niet. Dus dat was, daarom ben ik denk ik extra gemotiveerd geweest om iets op te zetten. Wat gewoon kleinschaliger is, waardoor je makkelijker... dingen kan organiseren en het ook flexibeler is. Mm-hmm. Ja. Dan zo'n groot orkest. Muzen en Sirenen, wat was de gedachte daarachter? Bij jou of bij anderen misschien? Hoe heb je het gedaan? We zochten een manier om toch publiek naar concerten te laten gaan. Maar het was in het begin was het nog een beetje lastig... omdat we niet precies wisten wat wel mocht en niet mocht. Je zat met al die regels. Niet meer dan 100 mensen, niet meer dan 30 mensen was het op een gegeven moment. Dus ja, we zijn gewoon gaan kijken van wat is er mogelijk. En daar kwamen we al snel bij het concept dat als je mensen gewoon aan tafeltjes laat zitten, dat er veel al mag. En ja, en zolang de muzici ook 1,5 meter afstand van elkaar houden, dan is er niet echt een probleem. Dus konden we toch concerten geven. Ja, en dat lijkt en dat blijkt een succes, hè? Ja. Daarover straks meer. Ons is vanmorgen aanwezig Marte Straatsma, speelt bij het Gelders Orkest. Phion heet dat tegenwoordig, hè? Ja. Hoe bevalt het met Phion? Ja, we spelen nog niet zo heel veel, maar we hebben net een nieuwe chef. Ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Ja. Leuk toch? Weer een nieuwe uitdaging ook. Zeker. Ja, naast alle hobbels en zo. Mm-hmm. Dat is altijd een gedoe, hè? Toch? Ineens samen moeten werken met andere muzikanten. Ja, maar ja, we houden natuurlijk wel de eerste tijd in ieder geval 2 kernen. En ja... Dus we komen elkaar niet zo heel vaak tegen, maar ja, in de grote producties wel. Ja. Je hebt muziek meegebracht, hè, zojuist. Waar hebben we naar geluisterd en waarom? Naar De Per Questo in Stante Solo van Mozart uit de opera Tito. Ja, dat past in ons... we hebben met het quintet Camille Claudel hebben we een programma Death in Paradise. En ja, hier wil iemand graag dood. Ja. Ja. De sexto, die vindt dat hij zijn beste vriend ernstig heeft verraden. En denkt van, nou, dan moet ik maar sterven. Ja, ja. Ja. Dus, ja, zo kan het gaan, hè? Ja. Ja. Over muziek gesproken. Jij speelt zelf muziek, houdt van muziek natuurlijk. Mm-hmm. En je organiseert dus ook concerten, hebben we zojuist genoemd. Hè? Muzen en Sirenen. Je hebt al 2 concerten achter de rug. Nog 4 te gaan. Waar allereerst? In Bizar Bazaar. Dat is de verbouwde Lutherse kerk achter de Mediamarkt in Arnhem. Prachtige locatie. Ja, heel mooi. Ja. Het ziet sfeervol. Er echt... ik was verbaasd hoe gezellig het eruit zag van binnen. Ook met de muzici erbij. De sfeer is echt heel, heel, heel fijn, heel intiem. Mm-hmm. Ja. Dus, En wie spelen er zoal? Contra Basta, dat zijn bassisten uit Phion. En het Gelders Ensemble, dat is een trio uit Phion. En mijn quintet, quintet Camille Claudel. Ja. Dat is een strijkkwartet uit Phion. En Janneke Schareman is de mezzosopraan. Leuk, ja. Ja. Jullie hebben daar plezier in natuurlijk. Wat krijg je terug? Er zijn al 2 concerten geweest. Wat krijg je terug van de concertbezoekers? Nou, mensen vinden het echt heel fijn dat ze weer naar concerten kunnen gaan. En je kan daar ook lekker eten. Dus dat is sowieso al fijn natuurlijk. En ze vinden de programmering interessant en divers. Dus dat is... ook heel goed, denk ik, dat je keuze hebt uit verschillende dingen. Want het eerste concert was ook het Gelders Ensemble. En dat is een trio met 2 violen en een contrabas. En het volgende concert was dan Russische literatuur... verbonden met Russische strijkkwartetten. Dus dat is weer heel anders. Mm. Ja, dus dat maakt het wel interessant. Ja. Proef je nog iets van angst bij de concertbezoekers? Niet bij de mensen die komen. Maar wel bij mensen die bijvoorbeeld gedoneerd hebben. En dan aanzienlijk bedrag gedoneerd hebben. En dan toch besluiten niet te gaan. Omdat zij tot de risicogroep behoren. Ja. En mijn ouders bijvoorbeeld, die komen ook niet. Mijn vader hoort tot de risicogroep. Dus jammer voor beiden. Voor jou en voor hem. Ja. Ja, ik had ze er graag bij gehad, maar ja. Misschien over een jaar. Ja. Hopelijk, toch? Ja, hoe bekostig je dit alles? Dat is een prachtige zaal. Ja, nou, Bizar Bazaar heeft ons geen zaalhuur gerekend. Dat scheelt. Dat scheelt, ja. Enorm. En we hebben een crowdfunding opgezet bij Voor de Kunst. En die loopt heel goed. Dus we hebben het eerste streefbedrag gehaald. En we hebben nu het nog opgetopt om ook te kunnen livestreamen. Ja, dus, mensen kunnen geven. Hè? Voor wie dat niet kennen, voor de kunst.nl. Ja. Daar staan allerlei initiatieven, prachtige, met name op muziekgebied. Ja. Mensen kunnen doneren en krijgen voor welk bedrag dan ook iets moois. Hè? En dat loopt heel erg goed. Ja, dat loopt... Ja, heel goed. Ja. Je kijkt verbaasd. Omdat het in het begin liep het langzaam, maar ja... Gaat goed. Het gaat nu heel goed. Dus mensen vinden het een leuk idee. En we konden ook geen subsidie aanvragen nog. Omdat we buiten de termijnen vielen. Ja. Ja. En je droomt vast al een beetje over de toekomst? Ja, we hebben grote plannen. Zullen we daar de volgende keer over hebben? Dat is goed. Gaan we doen. Mocht u meer informatie willen hebben, kijkt u op muzenensirenen.nl. Dus muzenensirenen.nl. Dank, alle succes toegewenst, Marte Straatsma. Ja. Tot besluit heb je nog 1 muziekwerk bij, hè? Mm-hmm. Waar gaan we naar luisteren? Der Toten das Mädchen, in kwartetuitvoering en met zang. Dus ja, door Matthias Beurne. Dank je wel, alle goeds. Dank u wel.